om te doen. Jongens, we gaan het hebben over drones. Want vroeger leek dat een klein hebben dingetje, maar tegenwoordig is het wel anders. De technologische ontwikkelingen die gaan zo snel dat we er straks, ja, ik denk misschien wel allemaal mee te maken krijgen. Drones die pakketjes bezorgen of medicijnen van A naar B brengen. Mensen die op vliegende motoren stappen. Niets is ondenkbaar tegenwoordig. Deze week wordt in Amsterdam gefantaseerd over de taxi-drone tijdens een special event. Het lijkt toekomstmuziek, maar in Dubai wordt hier zelfs al mee getest. Over 2 jaar wil de organisatie van de wereldtentoonstelling in de Japanse stad Osaka personen per drone vervoeren. En ook Frankrijk heeft interesse. Tijdens de Olympische Spelen wil het land ook vliegende taxi's inzetten. Hoe gaan drones ons leven veranderen? Erik, je bent helemaal gek van drones. Ja. Je bent ook naar die beurs gegaan. Klopt. Maar wat we nu zien, wat vind jij, wat we in dat filmpje ook net zagen, wat vind jij de meest opvallende dingen daaraan? Nou, kijk, aan de ene kant is het natuurlijk hartstikke gaaf. Hè? Als je hier met een roze bril naar kijkt en dat we zo meteen in een drone kunnen stappen en die brengt ons via de lucht naar een volgende locatie. En zonder dat er een piloot in zit. Hè? Dat is helemaal doodeng, zeg maar. Maar in eerste instantie gaat het echt om bemande vluchten. Maar dat idee is natuurlijk wel ergens heel gaaf. Aan de andere kant, heel veel mensen denken ook meteen, ja, we hebben zo meteen een luchtruim waar we geen blauwe lucht meer zien, maar alleen maar drones de hele tijd heen en weer zien vliegen. En dat is denk ik een beetje het angstscenario wat er heerst. Maar goed, het is wel een technologie die in ontwikkeling is en waarvan ik denk, volgend jaar Olympische Spelen, gaan we dat sowieso echt zien. Zijn we echt van plan om zometeen 5 man inderdaad in een bemande drone te hebben? Dat moet wel even duidelijk zijn. En dan kunnen we daar in een gecontroleerd airspace, zouden we inderdaad van A naar B kunnen vliegen. Dat is echt heel leuk. En ik denk dat dat ook heel gaaf is dat die technologie wel ontwikkeld wordt. Maar ik denk niet dat we bang moeten zijn dat we zometeen een luchtruim hebben waar we echt alleen nog maar drones zien vliegen. Dat is volgens mij niet de intentie. Het is meer kijken van wat kan die technologie en kunnen we daar al iets mee? Ja, we hebben ook nog een mooi beeld van Amazon. Hoe zij dat dan in Amerika doen met die pakketjes. Ja. Dat is wel iets wat, ja, laat maar zien. Dat is wel iets wat er, wil ik hier ook wel. Nou, dit is, Amazon heeft heeft Prime Air. Dat is eigenlijk alweer een nieuwere drone wat je hier ziet zien. Dat is een gigantisch groot bakbeest is dat. Soort van, het is een soort zeshoekig ding is dat. Maar kijk, die komt op dit moment, daar gaan we. Kijk. Is wel gaaf voor hij. Ja, dit is wel de manier, en ik vind het wel heel interessant. Dit is wel de manier waarop we zo meteen pakketjes bezorgd kunnen krijgen. Maar dan moet je dus thuis zijn. Dat hoeft dus niet. Nee. Want als je een tuintje hebt, kan het gewoon mooi in je tuin gezet worden. Of geen tv. Je hebt een aantal bedrijven die op dit moment heel druk mee bezig zijn. Een van die partijen is Manna. Die zijn op dit moment in Dublin echt al heel veel aan het bezorgen. In een weekend zo 500 pakketjes die ze van hot naar her brengen, zeg maar. En dat gaat hartstikke goed. Het pakketje wordt via een touwtje naar beneden gelaten. Het touwtje wordt daar wel doorgeknipt. Is wel biologisch afbreekbaar, hebben ze verteld. En dan, is toch belangrijk om te weten. En vervolgens heb je dan je pakketje. En het grappige is, ik sprak met de CEO van Manna. En die zei, weet je wat het meest bestelde object is wat er op dit moment met dronebezorging afgeleverd wordt? Nou, het is eigenlijk een beetje gênant, maar dat is een kopje koffie. Hè? Het is serieus waar. Een kopje koffie wordt het meest besteld. Mensen daar bestellen nu zo'n 2 keer per maand bestellen ze iets. En je betaalt voor een dronevlucht betaal je 4 euro extra los van hetgeen wat je bestelt. Ja. Dus dat is een beetje hoe dat op dit moment zit. Een kopje koffie? Je zet thuis gewoon een kopje koffie, toch? Ja, ja. Of dat is dan zo'n chai latte met van alles en nog wat eraan? Koffie. Het is bijzonder, is het. Maar je kan inderdaad dus kleine boodschapjes, een broccolietje of een dingetje, zou je dus met een drone kunnen bezorgen. En kijk, dit is natuurlijk echt wel heel erg voor de commerciële markt. Aan de andere kant, wat je wel weer hebt, is bijvoorbeeld Zipline, bijvoorbeeld een van die bedrijven. Ja, die zitten echt in de medische markt. In Nederland hebben we ook een aantal van dat soort drones waar de ANWB en KPM mee samenwerken. Ja. Waarmee we dus echt medicijnen, maar bijvoorbeeld ook een donorhart of een lever of iets wat jij bijvoorbeeld nodig zou kunnen hebben, wat heel snel bij jouw ziekenhuis aan moet komen, bezorgd kan worden via een drone. Ja. Nou, we kunnen dus met zo'n drone dan 100 kilometer per uur vliegen door de lucht. Dat zijn geautomatiseerde drones. Die vliegen echt van A naar B, stijgen verticaal op, vliegen dan met een pokkensnelheid naar dat andere ziekenhuis toe, kunnen daar weer verticaal landen. En je bent misschien wel een levensbedreigende situatie. Ongelooflijk. En dan is het heel fijn dat je toch een drone hebt in plaats van die ambulance die door al dat verkeer moet rijden om iets bij jou af te leveren. Heel goed idee. In Dubai zijn ze er ook druk mee. Ja. Kunnen we ook zien hoe dat daar eraan toe gaat? Ja, dit Wat zijn. Dit zijn inderdaad. Dit is Gordon, zegt Jack. met hondjes. Je ziet echt wel dat overal in de wereld allemaal verschillende concepten nu opstaan qua bemande vluchten en onbemande vluchten. Ik denk dat het belangrijkste is dat alles op dit moment zit toch nog in een testfase. Dus je ziet dat overal, ook in Europa, ze zeggen wel, we willen echt.
2025 willen we in ieder geval de regels zo hebben dat we bemande vluchten kunnen uitoefenen. Dat is net bekend geworden, die Europese regelgeving. Ja, dat is 2025, dat is al best wel dichtbij. Ja, dat is heel bizar. En aan de ene kant is het wel fijn dus dat het kan. Dat betekent wel, ik was inderdaad op de Amsterdam Drone Week en dan zie je heel veel bedrijven die heel erg graag willen en ook hele mooie initiatieven hebben. Maar het gaat echt nog om de regelgeving. Die moeten ze eventjes die stempel erop zetten om te zorgen dat dit soort initiatieven uiteindelijk wel uitgevoerd kunnen worden. In Amerika zijn ze heel ver al, Raymond. Ja, en toevallig is recent heb ik hier toen gezeten om te praten over die UFO's, hè, die uit de lucht zijn geschoten. Ja, dat was ook een en verhaal. Mede daardoor heeft Biden gezegd, we moeten werken aan één systeem voor het hele luchtruim, omdat het Amerikaanse leger inderdaad boven Canada en de Verenigde Staten zelf objecten, drones uit de lucht heeft geschoten. De zoektocht is nog steeds van wie zijn die, maar het kan heel goed zijn dat die van private bedrijven zijn en die vliegen daarmee rond om te kijken wat kunnen die dingen. Vervolgens vormen ze gevaar voor de luchtvaart. Dus Biden zegt, laten we drones, luchtvaart, ook defensie, allemaal op één hoop gooien en daar één goed systeem voor bouwen. Dat is echt een heel belangrijk punt inderdaad, dat ze allemaal dezelfde taal gaan spreken. Exact, dat is eigenlijk waar het om gaat. Ja. Erik, dankjewel voor je uitleg, jongens. Zou jij een onbemande deur? Het lijkt mij wel wat. Ja, jij wel, hè? Ik doe het nou al mee met Tesla. Ik rij van hier, draai snel weg, go, klap, pap. Jij doet niks. Helemaal niks. Dat mag eigenlijk niet, maar het maakt helemaal niet uit. Fijn dat jullie